Frans ligt Belg op sterf. En Holland. En zijn vrouw Saar is cake aan het bakken. Toen roept Moos, Saar, geef me alsjeblieft een plakje cake. Toen zegt Saar, nee Moos, dat is voor na de begrafenis. Een paar weken later komt Bram Saar tegen. Toen zegt Bram, het is toch verschrikkelijk, Saar. Moos overleden, hoe sla je je er doorheen? Nou, zegt Saar, hij heeft toch nog 3 envelopjes achtergelaten. Oh ja, zegt Bram. Ja, zegt Saar, ik maak de eerste envelop open. En er staat in, nou, ik hoef me de eerste 10 jaar niet, geen zorgen te maken. Zo, zegt Bram, dat is lekker. En de tweede envelop, nou, de begrafenis heeft hij ook voor me betaald. En de derde envelop, ze zegt, ja, ik maak hem open, er zit een heleboel geld in. Oh ja, zegt Bram. Ja, zegt ze, voor een steen. En heb je die gekocht, zegt Bram. Ja, zegt Saar, hoe vind je hem? Er zit een ter dood veroordeelde in afwachting van zijn straf in de cel in Engeland. En 's avonds om 11 uur wordt er op zijn cel geklopt. Want het was daar een nette zaak. Die gevangene zegt binnen... Is het de cipier? Hij zegt, ik kom namens de directeur. Hij zegt, morgenochtend om 7 uur word je opgehangen. Maar je mag nog een laatste wens doen van de directeur. Zo zegt die gevangene, dat is aardig van die kerel. Hij zegt, nou, ik zou graag de Chinese taal willen leren. Toen zegt die cipier, dat kan niet, dat duurt minstens 25 jaar. Morgenochtend word je opgehangen. Maar het was midden in de winter. Toen zegt die gevangene, hij zegt, geef me dan maar een paar beschuitjes met aardbeien met slagroom. Toen zegt die cipier, die komen van de zomerpas. Hij zegt, ik zou je een flesje cognac brengen en een paar pakjes sigaretten en dan moet je de nacht maar mee doorbrengen. En fijn, en gaat roken en hij drinkt een glaasje cognac en de nacht verstrijkt. 'S Morgens om 6:55 wordt er op zijn cel geklopt. Die gevangene zegt binnen. Is het de dominee? Hij zegt, ik kom in naam des heres. Toen zegt die gevangene, zo, de mieter jij maar op, want morgen spreek ik met je baas. Hoe vinden jullie hem? En Fijn, die gaat ook weg, hè? 7:01 wordt er op zijn cel geklopt. Die gevangene zegt binnen, komen er 2 van zulke beulen. En die zeggen tegen die gevangene, vooruit, tijd voor het schavot. Zo zegt die gevangene, hij zegt, de dag begint alweer goed. Leuk, hè? En fijn, ze nemen die gevangenen mee door die gevangenis, komen ze buiten. En een noodweer en een regen. Lopen ze naar dat schavot. Toen schiet die gevangene ineens in de lach. Toen zegt die ene bul, hij zegt, waarom lach je zo? Hij zegt, nou, dat jullie dadelijk terug moeten in dat rondweer. Hij is nog niet afgelopen. En fijn, ze komen bij het schavot. Maar dan moeten ze dat trappie op. Maar dat zit een beetje wankel in elkaar. Toen zegt die gevangene tegen die beulen. Hij zegt, jullie zetten wel eerst dat trappie in elkaar. Hè? Ja, stel je voor dat ik mijn nek breek. Leuk, hè? En fijn. Het is toch niet afgelopen. En fijn, hij bovenop het schavot. Toen zegt die rechter, doet dat touw om zijn nek. En fijn, ze doen dat touw om zijn nek. Kijkt die gevangene ineens in het publiek. Ziet hij ineens een vrouw staan. Hij zegt, dag Marie, dag Marie. Hij zegt, nou is er eens een keer wat te beleven. Laat je de kinderen thuis. Er komt een boer bij een drogist. En die vraagt om een stuk zeep. Toen zegt die drogist, wilt u toiletzeep? Toen zegt die boer, nee hoor, het is alleen om mijn gezicht te wassen. Hoe vinden jullie het? En fijn. 2 Belgen willen bij de recherche gaan werken in Holland. En ze rijden naar Amsterdam. En ze komen bij het hoofdbureau.
Toen zegt die ene Belg tegen die andere. Hij zegt, ik ga eerst naar boven en ik kom dadelijk terug. En dan hoor je het wel hoe het afgelopen is. En die ene Belg gaat naar boven en hij komt bij de commissaris. Hè. Hij zegt, commissaris, ik zou graag bij de politie in Holland willen komen werken. Goed, zegt de commissaris, u bent welkom, hè, maar ik moet u eerst 3 vragen stellen. Ah, wel, zegt de Belg, dat is goed, commissaris. Nou, zegt de commissaris, vraag 1, hoe noemt onze premier in Nederland? Ah, wel, zegt de Belg, ik weet het, commissaris, dat is premier Kok, hè. Hij zegt, heel goed. Hij zegt, en vraag 2, hij zegt tegen de Belg, hoe noemt onze koningin in Nederland? Ah, wel, zegt de Belg, ik weet het, hè, commissaris, dat is koningin Beatrix. Heel goed, zegt de commissaris. Hij zegt in vraag 3, wie heeft onze prins Willem van Oranje vermoord? Ah, wel, zegt de Belg, dat weet ik niet, commissaris, maar ik rijd terug naar België en ik kijk thuis in de encyclopedie en ik stuur u een fax. En Fijner gaat beneden naar zijn andere vriend, de Belg, en die zegt tegen hem, je bent zeker niet aangenomen, hè? Hij zegt, niet aangenomen. Hij zegt, ik moet al gelijk een moord oplossen.